Een hele goede morgen beste mensen, mede namens mijn collega inspecteur Piet Bergsma. Alweer de vierde dag op rij van de keuringen op locatie. Vandaag hebben we drie stallen die we bezoeken en we zijn hier vanmorgen eerst te gast bij stal De Mersken van familie Agen Okkema in Sigiswoude. Voor de mensen die vandaag voor het eerst kijken even een korte procedure. De paarden worden individueel gekeurd en direct daarna toegelicht. Ze worden dus niet op tal gezet. We hebben vanmorgen de paarden al gemeten en haren getrokken en geriederd. En voordat ze de baan ingaan worden ze opnieuw geriederd. Um, er wordt vandaag weer gefilmd door onze vaste cameraman Adriaan Meindersma. En ik wil hierbij alvast de complimenten doen voor de keuringen die je tot nu toe hebt uitgezonden. Het is heel fijn dat de keuringen op deze manier gevolgd kunnen worden. Nu de eigenaren en het publiek niet aanwezig kan zijn. Ook de vogels zijn weer aanwezig en de bak ligt er keurig bij. En dan wil ik even de complimenten maken aan Jimte, die uh, gisteren de hele dag bezig geweest om deze bakken zo strak bij te laten liggen. Also, a very warm welcome to our foreign uh, members. Uh, the fourth day of inspections on location. Today, we first start at uh, the En stables And I'll try to translate as much as possible. But mainly the comments will be in Dutch. Uh, Hertelijk welkom voor onze Duitse midglieder. Ik wier es u in Engels. We gaan beginnen. We beginnen met catalogus nummer 1, Wilhelmina van de Heemstede. Een vijfjarige veulenboekmerrie van Hessel uit een stamboekmerrie van Itz. De fokker is mevrouw Peeklanser uit Houten. En de eigenaar is de heer Drienhuizen uit Houten. De merrie is gemeten op 1,69. Catalogue number one. Hate of widows is 169. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 1, Wilhelmina van de Heemsteden, keer Itz. Een Mary van 169 en 5 jaar oud. Een Mary met voldoende rasuitstraling zou iets meer leeklengte mogen hebben. De bovenlijn is aan de strakke kant. De Mary heeft een mooie schouderligging. Beenwerk zouden we graag in de voorbeenstand wat correcter zien, wel voldoende droog. De stap uh, zouden we graag meer lengte zien en meer regelmaat en meer lichaamsgebruik. Dat is een beetje de bottleneck uh, bij dit paard. En in draf uh, toont ze voldoende zweefmoment en balans, maar zou ze het achterbeen, met het achterbeen meer mogen doortreden. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Dan de the translation in Engels: Catalicus number one: A five-year-old mare. Ze is uh, accepted in het stutboek, no premium. It's a mare with sufficient uh, racial type. The pole could be a little bit, a little bit longer. She has a nice uh, shoulder. The quality of the legs is sufficient, but the front leg, uh, the stance of the front leg could be a little bit more correct. It's a bit towing out. Also the hooves could be larger. Uh, the walk is the problem with this horse. The walk could have more rhythm, could have more length and more suppleness. In the trot, Uh, en posture, but the hind leg could placed more underneath the body. So accept it in the studbook, no premium. Gaan we verder met uh, nummer 2. Freya von Inger Marienloend. Een driejarige veulenboekmerrie van 1,67 meter. 7, uh, 67. Vader Johannes komt uit een sportpreferente stamboekmerrie van Brandes. Fokker eigenaar is A. Mensen in Branden, Denemarken. Now number 2, a 3-year-old full book mare by sired by Johannes out of a Brandes Sport Preferent mare. van de uitslag van catalogus nummer 2, Freya van Inge Marienloend. Een merrie die opvalt met een geweldige rasuitstraling. Een prachtig edel hoofd, een hele mooie halsvorm die er heel mooi op staat. Veel statuur. Heeft een hoog cijfer gekregen voor rastype. Merrie die ook veel jeugd uitstraalt, lang gelijnd is. Een mooie lichte halsverbinding heeft. Misschien iets gerekt. Qua been, beenstanden. Zouden we graag de correctheid van het voorbeen of de, iets correcter willen zien? Royale hoeven. In de stap uh, is er voldoende regelmaat, maar zouden we graag iets meer lengte en lichaamsgebruik zien? In het draf toont ze veel houding, uh, maar in zijn geheel zou uh, het draf meer gedragen mogen zijn. En ook het voorbeen mag iets verder worden weggezet. Merrie uh, valt vanwege haar gigantisch exterieur zo op. Ze wordt opgenomen in het standboek en ster verklaard met een tweede premie. Then the results in English of uh, catalog number two, a three-year-old mare by, uh, sired by Johannes. It's a mare with a very, very nice racial type, uh, lots of stature, a very nice noble head, a nice shape of the neck, and a light head to neck connection. Also a very youthful mare, long-lined. Uh, the mare um, has royal hooves and the Stance of the forelegs could be a little bit more correct. In the walk, we would like to see more length and more suppleness. The rhythm was sufficient. In trot she shows a lot of posture, but uh, the trot could be more carrying. She is accepted in the studbook uh, with a second premium and declared star. Congratulations. Dan krijgen we nu in de baan catalogus nummer 3, vrouwtje K. Een uh, jonge pier uit een Mary van Ibert. Mary meet 1,69 meter. Fokker eigenaar is de heer Klunder uit Ziegeswoude. Nou, catalognummer nummer 3. Een 3-year-old mare, Sired by pier. Heet at is 169. Dan hier uh, bij de uitslag van uh, catalogus nummer 3, vrouwtje K, een jonge pier. Een uh, grootramige mary die uh, een mooie halsvorm heeft, die iets edeler kan in het hoofd. Een mary die qua bouw wat driedelig aandoet. Die zou wat sterker in de verbindingen mogen zijn. Ook het kruis zien we graag iets minder hellend. Het beenwerk heeft ruim voldoende kwaliteit en de beenstanden uh, zijn voldoende correct. Uh, de stap. Uh, die was bij aanvang, was, toen ze wat meer ontspannen was, uh, liep ze wat meer door het lichaam. Later uh, werd de stap een beetje kwetsbaar. Ze had ook wat meer lengte mogen zien. Maar wel voldoende. In draf uh, zouden we graag meer ruggebruik zien. Wel mooi zweefmoment. Deze merrie wordt opgenomen in het standboek. Met een derde premie. Dan de the result in English: of uh, nummer 3, vrouwtje K. Sired by Peer: Een um, mare met sufficient racial type. The head could have a little bit more expression. Nice shape of the neck. Uh, confirmation. We would like to see her stronger in the connections. The back is a little bit weak and she has a bit uh, three-part build. The legwork has enough quality. The hind leg is a bit sickle-hogged. The walk um, when she was relaxed, the walk was sufficient. Later on, after the trot. Ze uh, had wat tension en de ritme was niet zo goed. In trot, ze veel uh, momenten van suspensie. Maar we willen een beter gebruik van de rug en ook meer schoudervrijheid. Ze is geaccepteerd in het studbook en she krijgt een derde premium. We gaan verder met catalogus nummer 4, Eeuwtje DJ. Een jonge Johannes uit een sportmerrie van Wiert. Fokker-eigenaar is de heer De Jager uit Nuis en de Merry meet 1 meter 63. Number 4 is called Ilkje D.J. She is sired by Johannes. And, uh, out of a weird sportmare. She is 1,63. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 4. Ilkje D.J. en jonge Johannes. Een merrie die een hele heldere blik heeft. Een Mary met een mooie halsvorm. Zou iets meer neklengte mogen hebben. Een Mary die misschien iets langer gelijnd mag zijn. En het kruis zou hem graag wat minder hellend zien. Correct beenwerk qua standen en kwaliteit. De Mary die waardeert zich enorm op in beweging. Een Mary laat een hele fijne stap zien. Mooi door het lichaam met veel ruimte en tact. En ook in draf toont ze heel veel balans. Een goed gebruik van het achterbeen. Ze heeft weinig tempo nodig uh, om tot dragen te komen. En uh, die magnifieke beweging die maakt dan ook dat ze vandaag opgenomen wordt in het stamboek. En ster wordt verklaard met een eerste premie. Also, the translation in English number four, Ilke Deye, sired by Johannes, a three-year-old mare with sufficient racial type. She uh, has um, a nice shape of the neck. In the conformation, we would like to see her back, back a bit stronger and also more long lines and the uh, croup less sloping. But she uses her body very well in movements. She is very Good quality of the legwork and the stances are correct. In walk she shows a lot of length and power and suppleness, and also in trot, it's a carrying trot with a good use of the hind leg and a lot of balance. She is accepted in the studbook and awarded with a first premium and also declared star. Dan de, de laatste veulenboek Mary. Uh, van vandaag hier op uh, Stal de Mersken. Nummer 5, Doutsen DJ. Een jonge tjalle uit een Uldrik stamboekmerrie met een AAA Ibob e Fokker-eigenaar, AP de Jager uit Nuis. En de stokmaat is 1,64. Nummer 5, Doutsen DJ. Sired by tjalle 1,64. En de breeder-owner is de Jager Nuis. Dan hierbij de uitslag van nummer vijf, en DJ en challe, Keer-Uldrik. Een bloedmooie Mary wat rasuitstraling betreft. Ze heeft hiervoor dan ook een 9 gekregen. We kunnen eigenlijk niet bedenken wat je nog meer wilt zien wat rasuitstraling betreft. De merrie die, uh, is jeugdig, mooi gemodelleerd. Qua beenwerk hebben we wat opmerkingen. De Mary is wat hol in het voorbeen en ook de voorbeenstand van het, recht, het rechter voorbeen zou correcter gesteld mogen zijn. Ook de hoeven zouden wat royaler mogen en ze is wat week gekoeld. In stap toonde de Merry veel spanning. Dat heb je als je in een bekende omgeving bent en er staat opeens een camera. Deze Merry heeft daar veel last van. Op de momenten dat ze uh, de spanning een beetje kwijt is en wat meer lichaamsgebruik krijgt, dan stapt ze voldoende takmatig en met voldoende ruimte. In de draf toont ze veel takt. Een goed gebruik van het achterbeen zou meer schoudervrijheid mogen tonen. Deze Merry wordt opgenomen in het stamboek en vanwege haar mooie exterieur ook sterverklaard met een tweede premie. Then the results in English. Number 5 Doutsen Een a 3-year-old fullbook mare. Today she is accepted in the studbook and declared star with a second premium. It's a mare, a very beautiful mare. With a lot of stature, she, has, uh, she become, becomes a note nine for the racial type. We don't know what we want to see more. The confirmation is correct. Nice model, well proportioned. The quality of the legs is sufficient, but the stances of the legs could be better, especially the right front leg. And she's also a bit back in the knees and has sloping pasterns. In the walk, she showed a lot of tension Maar toen ze more relaxed werd, was de walk sufficient. In trot, ze showed een goede gebruik van de lot En veel ritme, maar ze kon haar frontleg meer voorwaarts plaatsen. Oké, okay, we beginnen nu met de rubriek graadverhoging. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 stamboekmerries. We beginnen met uh, nummer 6, een 6 zesjarige stamboekmerrie, Veronique W.E. Vader Reinder uit een sportelite preferente sportmerrie van Jasper. Fokker eigenaar is de heer Wiebiga in Kollemerswaag. Uh, sorry, Fokker is de heer Wiebega in Kolmenzwaag En de eigenaar is mevrouw de Jonghaasma in Ternaert. De merrie is gemeten op 1,69. Nummer 6, Veronique WE, sired het bij Rijnder. Heet at is 1,69. hier bij de uitslag van de eerste stamboekmerrie voor graadverhoging. Catalogus nummer 6, Veronique WE. Een zesjarige stamboekmerrie. Een merrie met veel uitstraling. Die veel behang heeft. Mooie zwarte kleur. Een merrie die een sterke bovenlijn heeft en een mooie kruisligging. Voor het mooie zou die iets opwaartse gebouwd mogen zijn. Een merrie beschikt over keihard beenwerk en goede beenstanden. Stapt heel vlot, mooi door het lichaam, veel ruimte erin. En ook in draf zien we een heel fijn beeld. Met veel houding, schakelend vermogen, goed gebruik van het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag dan ook sterverklaard met een eerste premie. Dan de the result van nummer 6. Een studbookmer 6 years old. Veronique W.E., sired bij Rijnder. Een nice mare, of a mare with more than sufficient racial type. A very strong build with a good top line and a good um, group. She could be a bit more uphill. A very good quality of the legs, and also the stances are correct. In walk, she uses her body in the right way and it's active and it has regular. In trot, we see um, a lot of posture and a good use of the hind leg. She is Already studbook, but she is declared star today with the first premium. Dan de, de volgende stamboekmerrie. Catalogus nummer 7. Anna Clara van de Oudloop. Uh, jonge Johannes uit een sportpreferente Beerdmerrie. Fokker eigenaar is de heer De Boer uit Achlem. De Merrie is 4 jaar en meet 1,69 meter. Nummer 7. Anna Clara van de Oudloop. Loop. het by Johannes. Ze is 4 jaar oud. and the height at withers is 169 Dan de, hier bij de uitslag van nummer 7. Anna Clara van de Adloop. Vierjarige Mary. Merrie uh, met uh, ruim voldoende rasuitstraling. Heldere blik. Zou iets meer neklengte mogen hebben. De merrie uh, heeft een uh, voldoende correcte bouw. De schouder zou iets uh, schuiner mogen In het beenwerk uh, zouden we graag iets meer kwaliteit zien. De Mary waardeert zich op in beweging. Stapt ruim en takmatig. En draaft met heel veel tact, veel schakelend vermogen, vooral in de bochten goed terugkomen, goed in balans blijven. En uh, daarom wordt de Mary vandaag ster verklaard met een tweede premie. Uh, the translation in English of number 7. a four-year-old studbook mare. She is declared start today with a second premium. Een mare met nice racial type, long-lined, the shoulder could, is a bit steep. and the pole could be a bit longer if we look at the quality of the legs we would like to see more dryness of the hogs the walk has enough length and is regular and in trot she shows uh, a lot of um, power to do transitions and she has a lot of balance and a good use of the hind leg So she is declared start today with a second premium. Dan uh, gaan we verder met nummer 8. Een vierjarige stamboekmerrie. Anne. Vader is Rindert. Komt uit een sportelite preferente merrie van Jasper. Fokker-eigenaar is mevrouw Pascal Drijfhuid uit Jislem. De merrie is gemeten op 1,62. Nummer 8. Anne. het bij Rindert. Ze is 4 jaar oud. En de height with us is 162. De uitslag van catalogus nummer 8. Anne, een jonge rindert. Een merrie met uh, veel rasuitstraling. Uh, kijkt uh, helder de wereld in. De hoofd halsverbinding zou wat lichter mogen. Een merrie die uh, voldoende sterk gebouwd is. Goed gemodelleerd is. De beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De voorbeenstand zou iets correcter mogen. De merrie uh, stapt met voldoende lengte en ritme. In draf... Uh, Laat ze een goede techniek zien, maar blijft ze hoog in haar ritme en kan ze meer tot dragen komen. Deze merrie he, heeft een sterbare exterieur, maar de bewegingen zijn vandaag niet toereikend. We maken deze merrie voorlopig ster, zodat zij in een test kan bewijzen. Uh, of dan kan ze haar voorlopig sterschap omzetten naar sterschap. Als ze gemiddeld op de stappen eraf een 6,7 scoort. Then the result of number 8: Anne, a 4-year-old mare. A mare with a good racial type, a noble head, the head-to-neck connection could be a bit lighter, a well-modelled mare with good proportions. The quality of the leg is sufficient. The stance of the front leg could be a little bit more correct. It's a bit towing in. The walk has a good length and a good rhythm. In trot she shows a good technique, but uh, the rhythm is too high. En de trot could be more carrying. This mare receives a third premium today and is also declared preliminary star. She can do an IBOB or ABFP to become definitive star. Uh, dan gaan we verder met catalogus nummer 9, Batty van de Marne. Een vierjarige jarige merrie uh, van Alke uit een sportmoeder van Arjen. Fokker-eigenaar is de heer van Voeken in Bolswardt. En de merrie meet 1,66 meter. Nummer 9, Batty van de Marne, sired bij Alke. Heet at winners is 166. Dan hier bij de uitslag van nummer 9, Batty van de Marne. Een merrie met voldoende rasuitstraling. Het hoofd is edel, de halsvorm zouden we graag iets anders zien. Wat meer bespiering van de bovenlijn van de hals en ook wat meer lengte in de hals. De merrie die valt op door een sterke bovenlijn, maar dat zien we eigenlijk niet terug in beweging. Ja wel dat hij sterk is, maar niet dat hij heel strak is. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is, uh, is actief met voldoende takt. In draft toont deze Mary veel techniek. Heeft een mooie lichaamshouding. En veel uh, kracht in het achterbeen. Dus deze Mary wordt vandaag stervenklaard met een tweede premie. Nummer 9, Batty van der Marne. 4-year-old mare. Ze heeft sufficient racial type. We would like to see the shape of the neck a bit better. Ze heeft een very tight top line. But you don't see that in the movements, because she has enough suppleness in the movement. De quality van de legs is more than sufficient. The walk has rhythm en lengte. En in trot she shows een goede techniek en an een upward uh, direction van de frame. En a lot of power. So she is declared star with the second premium. Nummer 10. Anna van Merenstaten, Een vierjarige stamboekmerrie van Bickel. Uit een Tjalke Stamboekmerry. fokker is de heer Vriend in Zuidemeer. Eigenaar de heer Gilliam in Henaard. De merry is gemeten op 1,64. Nummer 10: Anna van Merenstaten. Een four-year-old Stadboekmerry. Sired by Bickel. De heat at is 1,64. De uitslag van catalogus nummer 10, Anna van Merenstaten. Een merrie met een edel hoofd. De hals zou wat langer mogen. De ruim voldoende rasuitstraling. De merrie heeft veel behang. De merrie zou iets langer gelijnd mogen zijn. Het beenwerk is qua standen voldoende correct. We zouden graag iets meer kwaliteit zien in het beenwerk. De stap heeft voldoende ruimte en tact. In draf uh, zou ze wat meer oprichting mogen tonen, wat meer tot dragen mogen komen. Ze ontvangt vandaag een derde premie. Nummer 10, Anna van Merenstaten, sired by Bickel. Een mare with sufficient ratio type. En de confirmation is sufficient. She could have more quality in her legs. The walk has sufficient room and is regular. In trot we would like to see a more uplifting trot with a better. Uh, with more, betere uh, a better use of the hind leg, placed more underneath the body, she deserves a third premium today. We gaan verder met de ene laatste stamboekmerrie op deze locatie, nummer 11, Brecht Lauwers. Een jonge velle uit een Duitse moeder, stamboekmoeder. Vokker is de heer Boersma in Kolmenpomp en de eigenaar is de heer van der Haar in Apeldoorn. De merrie is gemeten op 1,65. We continue with number 11, Brecht Lauwers. She's a four-year-old studbook mare sired by Fella, out of a Deutschen, uh, more uh, uh, studbook mare. The height at Withers is 165. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 11. Brecht-Lauwers. Een merrie met voldoende rasuitstraling. Zou iets meer jeugd mogen uitstralen. De merrie zou wat opwaartse gebouwd mogen zijn. En iets sterker in het middenstuk. Het uh, rechter voorbeen is, uh, zou correct kunnen qua stand. Is wat hol in het voorbeen. En dat zie je ook terug in beweging. In stap uh, zou ze... Meer ritme mogen tonen. In draf heeft ze een voldoende beentechniek, maar zou meer lichaamsgebruik en oprichting mogen tonen. Ze ontvangt vandaag geen premie. Dan de the resultaten van 11, Brecht lauwers De mare has sufficient uh, racial type. She could be a bit more youthful. In de uh, conformation she could be have a more uphill beeld. If we look at the stances of the leg, the right front leg is back in the knees, and the quality of the legs could also be a bit better. In the walk, she has, uh, she finds it difficult to get the right rhythm. In trot, we would like to see more suppleness, uh, but she has a good technique. Technique. She gets no premium today. Dan uh, de laatste stamboekmerrie hier. Nummer 12, Babette T. van de Boppelanden, Johannes uit een de Duitse moeder. Fokker is RJ Tjeertzmaat de Droge Ham. Eigenaar familie A. GeOkkema De merrie is gemeten op 1,67. Dan de uh, stamboekmerrie of this location. Nummer 12, Babette T. van de Boppelannen. Sired bij Johannes out of the Duitse merrie. Hate at witness is 167. Dan de uitslag van nummer 12, Babette van den Boppelannen. Een merrie met uh, ruim voldoende rasuitstraling, veel behang, edel hoofd. Een merrie die uh, in bouw iets geslotener zou mogen zijn, wel erg jeugdig. Beenwerk uh, heeft ruim voldoende kwaliteit. De stap uh, is bij deze merrie uh, het punt, die is wat afgepast en die mist ook wat lichaamsgebruik. Heeft ook wat moeite met de takt. De draf is wel opwaarts. Veel knieacties. zou het voorbeeld misschien nog iets verder uit mogen leggen. Deze Mary krijgt een derde premie. Dan de the result of number 12. Babette van de Boppelannen. Een Mary met with more than sufficient breed expression. Youthful mare. De confirmation could be a bit uh, stronger in the connections. And the back could be a bit stronger. In the walk. Ze vindt het moeilijk om regulariteit te hebben. En ook zou ze haar body meer gebruiken. En de wand zou meer lengte hebben. De trot is upwards met veel knee action Ze verdient een third premium vandaag. Dan gaan we nu verder met een driejarige uh, veulenboekruin voor stamboekopname. Nummer 13. Ewald van Inge Marienlund, Een jonge tjalle uit een jaspenmoeder. Fokker eigenaar is A. Mensen uit Branden, Denemarken. We now have a gelding for acceptance in the studbook. A three-year-old gelding. Evald van Inge Marienlund, nummer 13. Heet at Widders is 166. Stokmaat is 166. Dan uh, hierbij het resultaat van nummer 13. Evald van Inge Marienlund. Het is een uh, jonge ruim met heel veel rasuitstraling. Heel edel hoofd, mooie halsvorm, veel behang. Uh, goed gebodeleerd. zou iets sterker kunnen in de rug. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit en is voldoende qua stand. De stap. Uh, die werd later wat beter, heeft in ieder geval voldoende ritme en ging later ook met meer lichaamsgebruik stappen. En draf een goed gebruik van het achterbeen, het voorbeen zou verder weggezet mogen worden. Al met al, met name door zijn hoge cijfer op rasuitstraling, kan deze ruim vandaag opgenomen worden en ster worden verklaard met een tweede premie. Nou, die English, English translation voor nummer 13, Evaat van Inge Marian Lund. Uh, gelding, with a lot of racial type breed expression, very noble head, nice shape of the neck. And long manes. Um, a well-proportioned build, but the back could be a bit stronger. More than sufficient quality of the legs. The walk is sufficient. Uh, when he was after the trot, he became more relaxed and he had more suppleness in walk. The trot has a good use of the hind leg, but the front leg could be placed more forward. This gelding is accepted in the studbook and declared star with a second premium. Because of the good racial type. Tot slot uh, drie hengsten, drie veulenboekhengsten voor sterverklaring. We beginnen met nummer 14, Fokkerstal de Oegong. Een uh, driejarige nane uit een faber moeder. De fokker is mevrouw H. Vrieswijk de Huins. En de eigenaar, familie Agerokkema, Sigiswoude. De stokmaat is 1,65 meter. 65. We continue with the book stallions for Star Declaration. We have three book stallions to judge. We start with number 14, Fokkerstal de Oegong. The height at Withers is 165. Hier bij de uitslag van nummer 14, Fokkerstal de Oergong. De eerste Veulenboekhengst. Hengsten kunnen alleen wel of geen ster worden verklaard. Die worden niet geprimeerd. Deze hengst heeft een mooie halsvorm, zou wat meer expressie in zijn hoofd mogen hebben. In de bouw zien we hem graag iets sterker in het middenstuk en ook wat meer opwaarts gebouwd. Het paard heeft ruim voldoende kwaliteit beenwerk. In zowel stap als draf hebben wij wat problemen met de bewegingsafloop van dit paard van de voorbenen. de stap is wel actief en voldoende regelmatig. Draf een heel krachtig achterbeen, veel soeplessen, maar ook hier de bewegingsafloop kan correcter en daarom wordt deze hengst vandaag geen ster. Then the result of number 14, the first volbookstalien Fokkerstal de Ourgang. A stallion with more than sufficient breed expression. The hoof could have more expression, nice shape of the neck. In the build, uh, the conformation, he could be a bit more upward, and also the back could be a bit stronger. The quality of the legs and the stance of the legs is more than sufficient. But in the movement, we would like to see a more correct placed front leg. De walk is actief en has enough suppleness. The trot has a very powerful hind leg and a lot of suppleness. This stallion is not declared star today because of the correctness of the front legs in the movements. Nu nummer 15 Edze, een driejarige Johannes uit een Uldrik moeder, Fokker eigenaar, JNR Kuipers het Heidenskip. stokmaat 1,65 meter 65. Number fifteen, a three-year-old full book stallion, Etze, height at withers is 165. Dan de uitslag van nummer 15 Etsen. een uh, hengst met heel veel rasuitstraling, veel behang, edelhoofd, mooie halsvorm, ook een paard met een hele sierlijke beleiding. Uh, ruim voldoende kwaliteit uh, beenwerk, uh, ik, even op de bouw iets strak in de lenden en dat zien we ook een beetje terug in de stap. In de stap zouden we toch graag meer uh, ruimte en meer ritme zien. De draf heeft een heel mooi voorbeengebruik. Het is mooie opwaartse lichaamshouding. Het achterbeen zou nog iets flitsender onder de massa kunnen worden gezet. Deze hengst wordt vandaag geen ster helaas omdat de stap de beperkende factor is. Then the results of number 15 Edsen. Een stallion. With a very good breed expression. A noble head, long manes, en a nice shape of the neck. Also. beautiful lines in his body and a correct build the leg work is more than sufficient in walk the horse has problems with regularity and also could be more roomy in the trot you can see a nice use of the front leg and a good posture but the hind leg could be placed more active under the body Oh, this, uh, this stallion is uh, not start today because of the walk. Dan uh, de laatste hengst op deze locatie. Nummer 16, Eelke van Starking. Een driejarige torben uit een tjalle moeder. Fokker eigenaar Starking BV in Spannen. The last stallion of this location, number 16, Eelke van Starking. Heet Edwardus is 166, stokmaat is 166. Dan de uitslag van het laatste paard hier op deze locatie, nummer 16, Eelke van Starking. Een hengst met heel veel rasuitstraling, een hele fraaie voorhand, veel front. Paard die correct gebouwd is, misschien iets sterker zou kunnen in het middenstuk. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, het achterbeen is iets gehoekt. Paard stapt met veel veer en lekker actief. In draf klimt hij erin, draait met veel bravoer. Veel souplesse, komt mooi terug in de hoeken. Heel veel afdruk. Dus deze hengst wordt vandaag ster De The results of number 16, Eelke van Starking. A stallion a very impressive stallion with a good racial type, more than sufficient build. De quality of the legs is sufficient. De walk is, has a lot of suppleness and rhythm. En in trot. It's uh, a trot with a lot of suppleness, a lot of power. En an een upward uh, direction of the frame. Zo so dit stallion is declared start today. Dan uh, was dit het laatste paard hier uh, op de locatie van Stal de Merken. Ik uh, ze gaan weg. Oh, Aag is er nog. Marijn Zwart en Aag maar heel erg bedankt voor de medewerking. En uh, nogmaals, Jimte voor het uh, klaarmaken van de bak hier. Lag er keurig bij. We hebben. Uh, ook bezoek hier, er zijn fietsers die blijven staan om te kijken uh, <laughs> en die klappen nog even met anderhalve meter afstand, ook heel correct. Piet en ik hebben hier plezierig gekeurd, over het algemeen vrij rassige paarden in de bouw soms een bemerking en ook soms in de in de beweging. Uh, maar al met al mooie kwaliteit paarden en fijn gekeurd. Wij vervolgen onze reis naar de volgende locatie, die van stal Minkema-Schreuder. En dan hopen we jullie weer terug te zien zometeen. Ik vergeet nog wat, want we hebben paarden eerste premiester gemaakt. En dat betekent dat we die nog een keer gaan zien. Het is nog niet bekend of de centrale keuring dit jaar door kan gaan. Als oplossing hebben we dat wij die paarden die vandaag een eerste premie krijgen. Nogmaals bezichtigen, maar dan volgens de normen van Kroonverklaring. Piet en ik zullen die resultaten niet communiceren, die houden we voor onszelf. Mocht de centrale keuring toch doorgaan, dan worden de paarden daar opnieuw aangeboden en opnieuw gekeurd voor Kroonverklaring. Mocht onverhoopt de centrale keuring geen doorgang kunnen vinden, dan maken wij ons resultaat bekend aan de eigenaar en dan is het resultaat van vandaag wat geld. De English translation. we finished uh, judging horses here at this location but we have a couple of horses that received a first premium we don't know yet if the central inspection uh, will cancel be cancelled this year we don't know it yet so what we do now is like in the foreign countries we judge those horses a second time and now uh, for crown declaration we don't communicate the results we keep it to ourselves and If the central inspection goes through, the horses have to go to the central inspection for crown declaration. And if it's cancelled, we will communi communicate the result to the owner. We beginnen uh, met nummer 4, Eelke DJ. Een driejarige stermerrie, uh, ja, ster Johannes Ke Wiert. En die gaan we nu voor de tweede keer beoordelen. Nee, nou... Now the second inspection of number four, Eelke We are going to judge her for a second time for Crown Declaration. Dan uh, de tweede beoordeling van uh, nummer 6, Veronique W.E. Een zesjarige Stermerry van Reinder. Nou, the second viewing of nummer 6, Veronique W.E. a six-year-old Starmerry. Nu zijn we dan echt aan het einde gekomen van de keuring hier op deze locatie. We gaan nu door naar de stal Minkema Schreuder. In de catalogus staat dat we ongeveer half twee beginnen, maar ik denk dat het wat later wordt. Ik kijk even naar de cameraman. Wat later hè? Ik denk dat we op Facebook aangeven hoe laat het ongeveer start. Graag tot zometeen.